Meer dan 1 miljard mensen vieren vandaag het Pago-feest. Door de dag heen waren er verschillende Pagua-bijeenkomsten. De Pagua-viering begon met het besprenkelen van elkaar met het as van de holika die gisteren verbrand is. Het as van de verbrande holika staat symbool voor het nieuwe leven, een nieuw begin. Hindoe-gelovigen zijn vandaag bij de veraste brandstapels bijeengekomen om zo te beginnen met de viering van Pagua. Er is eerst gestart met het gebed, waarna het holiefeest is ingeluid met Chautal-muziek. Pas na dit ritueel mocht men elkaar besprenkelen met kleurstof of strooien met poeder, zegt Gautam Talu, voorzitter van de sociale, culturele en sportvereniging Upkar. Symbolisch is dit de Bhakt Pahlaat die heeft overleefd. Ja? Holika is verbrand, dat ziet u hier. Er zijn nog wat restjes over. Een paar beentjes, een paar beenderen van Holika zijn nog over. Ja? En die gaan wij als laatste weer nogmaals verbranden straks. Maar de vreugde is nu feitelijk aan de dag. Want vandaag gaan wij het vieren. Ja? Met de as van de Holika. Ja? In naam van de Almachtige. Hebben wij de zegen gehad, of heeft Bhakt Pahlaat de zegen gehad om te blijven. Om te blijven leven. En die gaan wij dan samen met hem hier vieren. En met alle vreugde gaan wij dat as gebruiken. En alvast met elkaar een beetje bepoederen met die as. En daarna gaat het feest dan beginnen. In verschillende delen van het land is zondagavond de holika verbrand. Dit symboliseert de overwinning van het goede op het kwade. Talu zegt dat Pago ook wel lentefeest wordt genoemd. En u weet, in de lente gaat alles in bloei. Ja toch? Alles in bloei. Zie je? Het wordt kleurrijk, overal zie je allerlei kleuren, bloemen, noem maar dit, ja. Dat is ook een beetje progress, een beetje meer progressie, toch? Ja, alles gaat weer groeien, alles wordt groen. En groen is voorspoed, ja toch? Dus dat is hem, dus dat is feitelijk ook daarom die kleurrijke dingen. Die mensen gooien die kleurtjes weer op die mensen, alleen om die kleurrijke, ja. Ja, hoe moet ik het en zeggen? En het is ook veel met blijdschap. Ja, iedereen is blij. Ja? Ziet u? Dus dat is feitelijk, dat hoort dat feest. Maar er zijn nog andere aspecten ook. Maar dan zei ik, dat zijn een aanschakeling van 4, 5 gebeurtenissen die dus samen zijn gebracht, ja, op één plaats. En dan worden ze samen gevierd met die holika, met die Pagua-viering. Ja, dat is dat feitelijk. Gautam Talu, voorzitter van de Sociale, Culturele en Sportvereniging Upkar. Meer dan 1 miljard mensen vieren vandaag het Pagua-feest. In de Palmentuinen is vanmiddag de Makantjor-wedstrijd gehouden. Op het Onafhankelijkheidsplein is op dit moment gaande het Lustig Pagua-festival.